Robert Swinkels, gefeliciteerd. Wat een heerlijk einde van het seizoen. Ja, absoluut. Het is echt... de trainer die heeft erop gehamerd deze week. En ik denk dat we het goed ingevuld hebben. Had je het gevoel dat jullie ergens nog voor speelden vandaag? Want de afgelopen weken is het niet heel goed getraind, gaf de trainer aan. Maar toch staan jullie er in die tweede helft wel. Je speelt gewoon voor de punten en voor je premie. En voor iedereen die weggaat bij de club wil je ook gewoon nog een goed afscheid geven. Ik persoonlijk tenminste. Daar speelde ik voor vandaag. En voor jezelf, waar speel jij voor? Was dit je laatste wedstrijd bijvoorbeeld? Dat weet ik niet, maar voor mij is elke wedstrijd meegenomen natuurlijk. Ik denk dat het prima ging. Flitst zoiets door je hoofd heen? Ja, tuurlijk. Kijk, er is nog nergens een klap op gegeven. Dus loop je 9 jaar rond. Dus dan het zou zomaar je laatste wedstrijd kunnen zijn. Wat wil je zelf? Nou, ik heb de intentie om eruit te komen met de club. En ik hoop dat ook gaat gebeuren. Ik heb zelf het idee, als jij nog 2-3 jaar hier blijft, zou je zomaar de rol als keeperstrainer nog over kunnen nemen, bij wijze van spreken, daarna. Ja, maar zover denk ik niet vooruit. Ik ben nog steeds voetballer in mijn hart en dat wil ik nog zo lang mogelijk blijven doen. En wat er in de toekomst in het verschiet ligt, dat zal moeten blijken. Terug naar de wedstrijd. Wat was er met jullie aan de hand in de eerste helft? Nou, ik vond er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. We lieten wel hun aan het spel en hun voetballen. Hun kwamen wel goed door de bal goed van links naar rechts te pasen. Maar ze zijn niet heel erg in de problemen geweest. Alleen, het was niet echt met het mes tussen de tanden nog, voor mijn gevoel. En dat was de tweede helft, kwam dat wat beter naar voren. Komt dat dan toch omdat er niks op het spel staat? Ja, het is moeilijk om dat ergens naartoe te schrijven. Ik vond dat wel gewoon goed begonnen aan de wedstrijd. Misschien net niet scherp in die eindfase met het uitspelen van de kans. Dus ja, je kan het toeschrijven wie je wil, maar het is moeilijk aan te geven. En dan de tweede helft sta je volgens mij als keeper alleen maar te genieten van wat er voorin gebeurt. Met name wat Kramer doet. Ja, nee, die twee goals waren echt geweldig om te zien. Dat kun je niet te gaan verdedigen en niet te gaan keepen. Dat zijn mooie, fantastische goals.